De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. NAC verloor thuis voor de laatst op 13 december. Toen was Den Bosch de tegenstander. Vorige week thuis 1-1 tegen Top Bos. Nu dus Almere met de eerste mogelijkheid van El Alouchi. Afgelopen maandag de uitblinker in het duel met Jong Ajax. Toen NAC knap terugkwam van een achterstand. De vrije trap aan de andere kant voor Almere. Almere heeft een specialist, zijn naam Loen. En die schiet de bal bijna achter doelman Olij Juri Loen. Man met een fantastische traptechniek. Opnieuw Almere, Ahanag. Ahanag met de kapbeweging, de voorzet. Ahanag en dit is toch wel een kans voor Venema. Misschien had hij de bal moeten laten lopen voor de clubtopscorer Verheid. Dan zitten we inmiddels in de tweede helft. NAC heeft het moeilijk met Almere. Wellicht nu de kans. Loen in duel. En dit is een strafschop, zegt Martens. Penalty voor NAC. De overtreding van Loen. Ja, is dit wel of geen overtreding? Ja, het is inderdaad een overtreding. Dom van Loen. En vanaf 11 meter van Hekken met de 1-0. Tegen het uur aan toch de voorsprong voor NAC. In een moeizame thuiswedstrijd tegen Almere. Stokkers. Verschuren. Verschuren. El Alouchi. En de lat. Red doelman Smits en Almere in blessuretijd. En zo zijn in de slotfase toch de beste kansen voor NAC. Omdat NAC ruimte krijgt. Nou, Verschuren. Weer niet. Weer de mogelijkheid voor de aanvoerder van NAC. Almere probeert dan naar voren te komen. Zet veel druk naar voren. Maar ja, geeft dan ook veel ruimte weg. Van ver. Stokkers, Stokkers nog steeds. Stokkers had hem hier af moeten leggen. Want er stonden wat spelers klaar om de trekker over te halen. NAC wint moeizaam van Almere. Maar ja, dit zijn ook drie punten.